Bij Arnhem is een extra groot luchtafweerkanon uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Het is van Franse makelij, maar bij de slag om Arnhem in 1944 door de Duitsers gebruikt tegen de landing van Engelse parachutisten. Het 75 mm kanon, het enige dat de Duitsers in Nederland hebben achtergelaten, zat diep in de grond in Arnhem-Zuid. De plaats waar de geallieerden in september 1944 vergeefs probeerden toe te slaan. Maar hij is ook in een waanzinnig goede staat voor 50 jaar in de grond. Nou, misschien is dat nu een beetje moeilijk te zien met al die grond. Maar als je hem met een stoomcleaner schoonmaakt, dan zit hij, nou, ik denk voor 50% in de verf. Het kanon was na de oorlog onder de grond gestopt. Toen is ook besloten het daar te laten. De heidemaatschappij die belast was met het opruimingswerk had in die tijd geen machines om zo'n groot gevaarte, 4,5 ton, op te hijsen. Het kanon is vorig jaar zomer gevonden in het Arnhemse Meinerswijk, ten zuiden van de Rijn. De Duitse bemanning wist niet dat Emiel zo goed was gerestaureerd. Tijdens de oorlog leefden ze een half jaar lang op en bij het kanon. Ik heb het wel gar niet geglaubt. Dat kan men gar niet beschrijven, wat dat voor een gevoel is. Dat is wel onwaarschijnlijk. Dat is schon onwaarschijnlijk. Dat man na 52 jaar nogmaals aan dem geconfronteerd wordt waar man dran hooggeschoten hebben. Ja. Het is gewoon heel interessant dat je, en zeker nu al die mensen nog leven, kun je echt met 10 keer minder tijd, 10 keer meer informatie inwinnen. En ook originele foto's vaak achterhalen en zo. En dat draagt allemaal bij om een totaal historisch afgerond plaatje te krijgen. 17 september 1944 begon de slag om Arnhem. De 6 Duitse kanonnen in Meinerswijk, waaronder Emiel, werden plotseling gebombardeerd. De Engelse bom raakte 2 meter naast Emiel de grond. De Duitse soldaten kregen de schrik van hun leven. Het waren jongens van 16 jaar die nauwelijks wisten waarin ze verzeild waren geraakt. In een roes schoten ze op alles wat Engels was. Die hebben ons dan hier bombardiert. Ganz bombardiert. Met 6 Maschinen sind die hier angeflogen. Nee, und dann, da war ein großes Chaos hier. Destijds waren dit allemaal jongens van een jaar of 16, 17. Nou ja, je kan je voorstellen, dan speelt zeg maar politieke ideologie speelt nog niet echt mee. Het is gewoon, je wordt gewoon op de verkeerde plaats in de verkeerde tijd geboren. En zo voelen zij dat ook. We hebben al heel veel gesproken met die mensen. En ja, je had gewoon te gaan, heel simpel. Am Krankenhaus, die Engländer, die kamen da und da haben wir dann, die haben uns beschossen, dann haben wir wieder geschossen. Ne? Also ein Quatsch. Ja, Krieg ist grausam. Aber wir mussten ja schießen. Und jeder ja. muss seine Pflicht tun oder jeder, wenn einer das nicht getan hat, ne, der kam irgendwie von Standgericht und so weiter, der wurde erschossen. De jonge Duitsers in Meinerswijk wisten de opmars van de geallieerden flink te vertragen. Een stukje geschiedenis dat lang onderbelicht is gebleven. Voor de jonge soldaten van toen is het een wonder dat ze de oorlogsbombardementen hebben overleefd. En heute staan we nog daar als veteranen hier. Ja. We kunnen het kaum glauben. Ja, was wollen we? We hebben geluk gehad. Ja, we hebben geluk gehad. We hebben geluk gehad, ja. 2 meter weiter waren we beiden niet meer daar. Ja. Arnhem is vanmiddag een luchtafweerkanon uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Het kanon werd door de Duitsers gebruikt bij de slag om Arnhem. Deskundigen spreken van een bijzondere vondst. Op deze plek beschoten de Duitsers de geallieerde troepen met onder andere dit luchtafweerkanon van Franse makelij. De gravers konden vandaag hun geluk niet op, want deze vondst is volgens hen uniek te noemen. Ja, een roemrucht kanon. In de geschiedenisboeken staat ook veel geschreven over de stukken geschut die in het zuiden van Arnhem stonden opgesteld. En de Engelse troepen hebben bestookt. Langzaam maar zeker werd het kanon uit de grond gehesen. Een van de belangstellenden van de opgraving kan zich de tijd dat het kanon actief was nog levendig herinneren. Er werd een ene gewoon gewond geraakt en die zetten ze er gewoon aan de kant. En een andere geschutman ging er weer zo op zitten in die schoot, zo weer verder. En wanneer er geen vliegtuigen niks waren, dan schoten ze gewoon onderlangs. Want ja, er liepen onderhand al Engelsen liepen daar en ze schoten maar gewoon weer weg op de huizen.